Mevrouw de eerste minister, de huidige situatie aan de Turks-Griekse grens die is schrijnend. We zien de vele mensen daar gedrumd staan. De Turkse overheid spreekt over meer dan 100.000 mensen. Dit is natuurlijk enkel en alleen maar propaganda. De directe aanleiding, dat is de verklaring van de heer Erdogan. Dat hij de grenzen ging openzetten en als de mensen vrije toegang gingen krijgen tot de Europese Unie. We weten allemaal dat dat een cynische uitspraak is, enkel en alleen maar om zijn operatie in het Syrische Idlib te gaan verantwoorden, om daar steun voor te gaan krijgen. Maar voor ons is duidelijk. Voor ons Europeanen zullen wij nooit aanvaarden dat mensen gebruikt worden als geopolitiek wapen. Maar dit neemt niet weg dat wij naar een antwoord moeten zoeken. En ons antwoord, dat is een Europees antwoord. Wij moeten als België meegaan opereren voor de grenzen en Griekenland te helpen te gaan verdedigen. Maar hierin moet Europa tonen dat we meer Europa aan kunnen en ze moeten die kansen gaan grijpen. Het Turkije deal die ligt in sommige kringen, en als ik het hier hoor, in meerdere zelfs soms, ja, serieus onder druk. Voor ons is het duidelijk, die deal die in 2016 door mevrouw Merkel gesloten is, dat is een goede deal. En het is, beste collega's, de enige manier om tot een goed akkoord te komen. Dat is dat er gesproken zal worden dat Europa en Turkije zich goed zullen meevoelen. Of anders zal er geen oplossing zijn. De huidige situatie toont ons aan dat we de asielproblematiek enkel en alleen maar zullen kunnen oplossen als we werken binnen een Europees geheel. De Europese Commissie, de vorige Europese Commissie, heeft stappen gezet. Hè? De versterking van Frontex en zo verder. Maar er zijn te weinig stappen gezet. We moeten gaan samenwerken om dit te gaan versterken. Mijn vragen dan ook, wat is het standpunt van de regering over de uitspraken van de Turkse president? Wat zal u doen? Zal België zich solidair opstellen met Griekenland voor de verdediging van de buitengrenzen? Zal België streven naar een gemeenschap? Dank u wel, collega De Mon.